je hebt in je jeugd misschien wel iets gemist. Of het is gewoon weer een herhaling van je jeugd. Je komt hier binnen en je ziet diezelfde blikken. En je ziet het enthousiasme waar mensen... Nou ja, ik kijk eventjes om. Ja, dan zie je zoiets, zo'n baan. Wow. Dat is grappig. Ja. Kijk, mooi. Stoom. Dit is leuk. Nog één. Wat ontzettend leuk is, is dat we een heel breed scala aan modelspoorbanen te bieden hebben. Van heel klein naar heel groot. En dat is heel erg leuk voor het publiek, want ze zien al alle facetten van het hele modelspoor gebeuren. Zien ze hier op een kleine plek voorbij komen. Ja, dit is fantastisch. Dit is 1 op 220. En moet je zien, als ik mijn duim erbij hou, dat is echt... Zie die poppetjes in mijn duim. Hoe kan je dit maken? Ik kan het niet met mijn grote vingers. En ik ben vroeger begonnen. Ik had een modelbouwbad, de modelbouwer, en er stonden tekeningen in. Nou, hier zie je ze, hier liggen ze. Ik ben gewoon zelf gaan bouwen. Ik ben gewoon... Van plaatmateriaal. Ik ben begonnen en het is gelukt. Nou, dit is typisch een Engelse baan met alle details. Als je gaat kijken zie je allerlei dingen. Dat het is net een stripverhaal. Mafobie, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar ik schaam me er niet voor. Ja, ik lig nog steeds 's avonds op zolder met mijn trein te spelen. 40 jaar later, kun je nagaan. Ja.